Hey poepjes, hoe gaat ie? O jee, ik ben vandaag wel geil. Hoe gaat ie met jullie? Gaat het ook goed met jullie steltje? Apen, ha. Ja, eens kijken. En niks loot, niks, niks. Niks loot. Ja, je vraagt je waarschijnlijk af, wat doe ik hier? Vorige keer zijn we op de epic reis gegaan naar die ene locatie. Nou, hier wordt mijn nieuwe huis. Nee, natuurlijk niet. Nou ja, ik wou hier mijn nieuwe huis gaan maken. Dat het licht erachter kwam. Dat er villetjes zijn die dingen kunnen oppakken en die niet kansloos in me zijn. En Titus een vorm van verdediging kunnen hebben tegen mij. En Titus kunnen repellen tegen mij. Dus ja, een heel mooi plekje, minder leuke locatie. Ik heb zojuist al twee video's gemaakt. De eerste video gecrashed. Heeft hij niet opgeslagen vanwege de opslag. En die is gewoon niet opgeslagen. En de tweede video die ik heb gemaakt. Besef dat ik 10 minuten lang over een nieuwe locatie voor een huisje heb doorgeluld en er helemaal niks interessants is gebeurd. Dus we gaan nu op onze reis terug naar huis. En ik ga hem nu op pauze zetten en pas weer gaan filmen. En daarna weer uitzenden als er wat interessants gebeurt. Want anders blijf ik zo een kwartier lang heel saai lullen van ja, ik ga hier misschien wonen. En oh, wat is dit? Wat is dit nou weer? Oh, kist, kist. Gadverdamme, ik vind het helemaal niet mooi. En wat ik dus zei, dan moet ik het niet meer gaan doen, want anders blijf ik weer de hele tijd doorlullen. En dat is dus niet goed. Maar wat is nou aan om een zak wat in Minecraft is zien spelen en wat over zijn huisje en pauw te zien lullen? Dus ja. En oh, ik heb dan een goed idee voor een huisje. Voor een evil domein. En oh, nu begin ik weer wel snel. Fuck, 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 fuck. Oh, er zijn heel veel villagers. Er zijn heel veel belletjes. Fuck, 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 fuck. Volgens mij. Ze gaan door het water, alsjeblieft. Ga niet door het water, ga niet door het water. Ah, los het, los het. Ja, we hebben aanstellers. Sukkels, 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 sukkels. En oh, ze gaan door het water. Ze zijn geen van de wereld. Die mob, je volg je goed uit. Oké, dit is niet goed. En oh, ik was een keer gereden door domme pilletjes. Ik haat dit dus als dit er bij mij gebeurt. Ik haat pilletjes. Ik haat heel het bestaan van die domme pilletjes. Waarom zijn die überhaupt in de game? Want mensen te terroriseren. En wat jumpscares geven met een pom 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 crossbogen. Echt een god in. Oeh, kan ik jou vermoorden? Eens kijken, komt er echt. Wat doet dat? Ik heb nooit. Oh ja, ik word achtervolgd. Niet afgeleid worden. Gewoon doorgaan met mijn missie. En gewoon doorgaan. En niet meer afgeleid worden. En gewoon een pauze zetten. Want dan blijf ik hier door. Hey, hallo. Welkom bij vandaag video. In wat? Ben ik dan een intro aan het maken? Oh, wacht. Oh ja, ik moet ook steel in te nodig. Misschien heb ik een bepaald aantal hoeveelheden van steel nodig. Dat lijkt mij een beetje sterk. Maar welkom, welkom bij vandaag video dus weer. Ik bedoel. Oh, dan ben ik weer bezig met de intro. Wacht. Ik zet me een beetje op pauze. Die domme groepsapp en ding toch ook altijd. Maar goed, het zal dus wel. Welkom bij vandaag video, had ik al gezegd. Maar er zijn dus pilletjes bij mij thuis. En hoe, oh wie kon dit raden? Nou, waar alles wat ik heb gedaan, nadat ik een hele race heb uitgeslacht en wat andere dingetjes heb gedaan. Zijn ze gevlucht? Oh, nou. Die zijn niet de ergste. In tegenstelling tot deze creeper, waarvan ik dood ga. Maar die dan klitsen is. En die lijkt op de meest domme die ontploft. En oh, hi pilletjes. Hebben jullie een nieuw huisje gevonden? En oké, ik vraag me dus echt af waar die pilletjes zijn, want ik ben bijna dood gegaan toen ik in een pin toe ben gegaan vanwege dat ik ben geattackt door pilletjes. En oh ja, helemaal mooi, ze gaan in het gat en stooms. Daar hou ik al mijn enemies die mij proberen te achtervolgen. En die dus zijn in het gat en stooms zijn gevallen. Dus zo simpel is het. Maar ik heb dus geen flauw idee wat ik in vandaag video was. Maar toen nou ja, ik heb wel een idee. Het sekshok! Het sekshok! Ik presenteer u het sekshok! Wilt u een slaaf hebben? Bent u live aan het doen klusjes? Nou dan presenteer u hier de nieuwste seks. Poep! De nieuwste seksslaaf ding die er bestaat. En wilt u een pijl kopen? Ook no problemo. Vanwege dat ik ondertussen net. En ik heb ze in de kist gestopt. Dus ja, maar als eerst het seksslag. En ik heb er maar één nieuw pep ingenomen. Pieten, dat is trouwens echt heel dom eten. Dus ik heb trouwens nog ook 100 kerrets. Ik ben teruggegaan met 100 kerrets. Oh, dat is irritant. Beste mensen, jullie krijgen meer baby's. Seks. Iemand bakt het vast wel op. Hoop ik. Of denk ik. Maar goed, het zal wel goed komen. En eens kijken. Oh, wachthoedjes. Ik zie jou wel hoor.
Ja, zeg me niet dat ik jou niet zie. Ja, ik zie jou heus wel. Ja, je kleine geile gluibacht. Maar goed. Maar goed. Ja. En hallo, Mr. Invincible. Daar gaan we vast ook een goed mee, maar ik had een idee. Laten we gaan mijnen. Ik moet een stiel hebben om een ding te maken. Een dingstings. En, hey, ik heb er al. Oh, ik zie er wat. Een pijkaf. Wat interessant. En, oh, zo, Cristiano, zo. Dood hem af en dying. Je weet wat dat betekent. Dat betekent, geef mij free Emeralds hostage. Als je nou wilt of niet. Gij zult met mijn handen en anders zult gij sterven. En de eeuwige toom ervaren. Bedankt. Het stond een plesje toen ik business, weet je hoor. En oh ja, ik wil trouwens ook naar de netten gaan. Want daarvoor hebben we dus steel inkt nodig. Maar ik weet niet hoe ik aan steel inkt moet komen. Ik weet niet eens hoe ik aan steel moet komen. Maar steel heb ik op een of andere magische manier gekregen. Nou ja, ik weet eerlijk gezegd echt hoe ik aan steel kom. Het zat gewoon een keer in mijn kist waarschijnlijk. Het is samen met de rest van het groep wat ik in mijn kist bewaar. Ben ik een keer tegengekomen. Maar ik kan nu wel een enchant table inkt maken. Dus ja, dat is in ieder geval mooi, mooi. Item 30. Oh, tin. Oh nee, dit is tin. Dat is geen steel inkt. Wat zeg ik allemaal? Maar ik kan nu wel een enchant tepeltje maken. Denk ik. En oh, ik denk dat het niet zo handig is voor mij. Om met zoveel inkt. Om met zoveel dingen rond te lopen. Met zoveel, hoe heet dat? Met zoveel dingen. Ja, met zoveel inkt. Want mij kennen, dan ga ik dood binnen een minuut en dan is alles weer weg en voor niks geweest. Dus ja, want ik ben namelijk nog wel af en toe een hele grote cirkel. In dat geval. Nou ja, ik ben over het algemeen meestal een hele grote cirkel. Wat ik ook gebeurt, ik ben bijna altijd een hele dikke knalhoofd in een cirkel. Maar goed, we hebben het niet over om te praten over hoe groot een cirkel ik ben. We hebben het meer over te praten over het feit dat ik 4 emerald blocks heb. Oh yeah, oh yeah, kom maar 13. Oh, that's more like it. Maar goed, ik heb dus 4 emerald blocks. En wat is nou beter om emerald blocks neer te zetten dan je kelder, waar toch niemand ooit een keer gaat komen. Ik bedoel, kelder, waar toch nooit iemand. Weet je wat, ik wil heel de vloer van deze kelder hebben nou eens van Emerald Blocks. Om te laten zien hoeveel macht ik heb. En hier een klein Emerald loodje heb ik nu gemaakt. Aha! Nou ja, nee, dit is eigenlijk helemaal geen lood. Dan moet ik daar nog eentje neerzetten. Dan is het een echte waardige lul. Ja, ik heb nu een Emerald lul gemaakt. Helemaal mooi en ook nog een beetje kunt erbij. Maar ik heb geen wit spul, dus dat kan dus niet. En ik ben echt veel te seksistisch vandaag. Dan zijn jullie ondertussen hopelijk wel van mij gewend. En ik heb dus echt geen flauw idee hoe ik een level 31 ding kan maken. Dus ik plaats hem maar gewoon wat overal en ergens neer. In de hoop dat ik ze goed ga neerplaatsen. Ik denk duurzaamheid, efficiëntie. Dus ik heb nu een level 8. Oh ja, hier was ik. We gingen van mijn mijnen, als ik me niet vergis. Ja, we gingen mijnen. En wat beter dan de wee om mijn te starten dan een slechte emoji waterklutsbukker te doen. Dan dat. En oh shit. Weg. Weg. Weg alsjeblieft. En oh ja, ik heb trouwens een schildje gemaakt en een ijzeren broekje. Voor een beetje bescherming tegen mij. Want als je mij goed kent en als je mij. Ja, als Minecraft heb zien spelen, weet je dat ik namelijk zo onvoorzichtig als poep ben en gewoon overal naar beneden doe, spring en gewoon op overal en alles inloop. Dus ik ben totaal niet voorzichtig en ik ben ook niet per se de beste PvP'er. Dus dat heb ik wel nodig dit, denk ik eigenlijk. Dus eens kijken en oh daar, ja, daar is vast niks. Een beetje wat van dat spul en oh ja, dan gaan we denk ik toch die kant op. En ik ben nu al tot de helft van mijn tosjes heen geracht. Heerlijk, heerlijk dit. Oh, ik had er nog zoveel van. En oh, ik dacht dat een creeper zat, maar dat was mijn eigen fantasie. Oeh, je gaat weer dit ding, gekke ding. Wat wil je ook als je een beetje wiet hebt opgerookt? Dat je dan anders niet gaat halen, of niet? Nee, dat was anders een grapje. Wiet is niet cool. Oeh. Ik dacht dat ik laatst zag dat ik een beetje bang was. Ja.
Nee, natuurlijk niet. Ik was jullie aan het rollen. Ik zag die diamonds heus wel. Ik heb diamonds, baby! Oh yeah, give me those! Ik... Neef! Bedoel ik. Ja, ik wou trouwens ook neef zeggen voor als je... Ja, geef me die diamonds, neef. Ik hoor iemand praten. Ik vind het wel aangenaam klinken. Enemies horen branden. Oh, ha, 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 ha. En oh, oh, ik word gekild. Door wat? Die was onzichtbaar. En dan ben ik voor niks dood gegaan. Door een onzichtbaar iets. Wat een rotspel. Echt waar, ik haat het spel. Ik haat het spel door oversteel. Officieel. En ik weet nog steeds niet hoe er een stiel moet komen. Want mijn kleine domme kopie kan niet ooit vinden wat stiel is. Ik haat dit. Oh, heb ik weer. Wat deed zelf? Ik ruik bloed, brezen. De mijn geeft gods nots en meten. En andere mensen. Want dat is niet in de want ik zeg altijd. Een teen dat Minecraft is een teen dat leeft. Nee, ik ben niet verslaafd. Nee, nee, dat was een grapje, dat was een grapje. Dat was toch een lekker grapje. En ik moet naar boven doen. Waarom gaat die rotslag niet omhoog? Zo, helemaal mooi. Dus kijk, en wat, oh, wat kan ik hier vinden? En oh, ik heb mijn torches niet geëquipt. Laat me die torches even equippen. En oké, oeh, een gang. Ik ben benieuwd wat er aan de andere kant van de gang is. Wat zou het wezen? Is het het gevaar? Of wat dan? Is na na na. Na 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 na. Oeh. Ik heb laatst al eens een hele leuke film gevonden op. Op ja, ik mijn oom en tante hebben Netflix en deze keer ga ik nu weer neer. Dus schijnt hier wat onzichtbaar te zijn. Waar is het? Wie of waar bekogelt mij? Ik heb het gevoel alsof de ernstige glitsen in het zitten. Dan wordt het bekogeld door een of ander iets. Weet je wat, ik ga gewoon iron haken eraan. Dat zie je wel. De kogels komen van ergens die kant op. Dus ja, wacht. Laat me gewoon eens even lekker rustig mijn iron haken. Maar ik had dus, ik ben binnenkort op 4 april dit jaar, toen was ik 13. Dat, dus niet zo bijzonder. Maar ik wist dus al wat ik weer wou. Want... Ik wou dus zeg maar, hoe heet dat hebben? Ik wou... Oh, waar zit een rotskeleton? Ik zweer het, waar ben jij? Broeder. Man, waar ben jij? Waar zit hij? Ik kan toch niet in die poppen zitten? Nee, ik denk niet dat hij in die poppen zit. Dat zou... Huh? Oké, okay, ja. Ja. Ha? Iets of iemand zit me te bekogelen. Waar is die... Oké. Okay. Huh? Waar komt de kogel vandaan? Die is wel aan die kant. Oké, okay, hier zit dus iets. Of iemand. Huh. Oké. Okay. Wat? Wat? Waar zit hij? Huh? Oh. Wat? Wat? Hij is aan het drinken? Huh? Wat? Huh? Oh.
Ach ja, het zou wel. Mag ik een verhaal afmaken? Ik wist dus wat ik voor mijn verjaardag wil vragen. Helemaal mooi, leuk en fijn. Maar toen kwam ik een YouTube-video tegenover. Ik wou de staps vragen. Afgekort, nee, dat is dus de achtergrond van Totally Accurate Battle Simulator. Met die blauwe en rode poppetjes. Een heel leuk spel, lijkt mij. Ik heb er een beetje research gedaan, maar niet te veel. Want ik wil natuurlijk nog wel een beetje een hype maken. Ik wil niet dat ik al weet en daar ook super goed in het spelletje ben. Voordat ik het überhaupt een keer heb gespeeld. Dus, nee, 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 wat is dit? Wat een rotspel. Ik had diamonds, ik had island. En daar komt de dit te staan. Echt waar. Nu ben ik dood gegaan. Ik haat dit. Ik haat dit. Weet je wat? Weet je wat? Ik ben er gewoon helemaal klaar mee. Oké, eens kijken. Slash Game Mode 2. Ja. Slash Game. Waarom doet dit dan niet? Ik heb meteen een... Game Mode... Spectaat toch. En zo zeggen we Game Mode Spectator. Wat? Oké, wacht. Ik meen het. Ik ga gewoon van met deze vlog toe. Ik denk dat dit de video is. We hebben veel progress gemaakt. We zijn tof gegaan. Ik heb een gereedschap en ik heb 5 mislukte video's gemaakt. Einde video. Like naar beneden. Zie je weer de volgende keer. Woehoe!